Provincie wil Tour weer naar Zeeland halen. Het is dinsdag 5 juli, dit is Zeeland Nu. Jaar na vorige etappe alweer lobbyen. Stenen tuinen niet zonder gevolgen. Zeeuws-Vlaanderen telt meeste bejaarden. Dag dames en heren. Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Tour de France naar Neeltje Jans kwam. En als het aan bestuurders en sponsoren ligt, komt het grootste wielercircus van de wereld weer snel terug naar Zeeland. De provincie gaat tijdens deze Tour zelfs alweer lobbyen in Frankrijk. Terug naar 5 juli vorig jaar. André Greipel wint de Tour-etappe naar Neeltje Jans. In een zinderende wedstrijd waar wielerliefhebbers nog lang over napraten. Het was wielrennen op zijn mooist. Tourdirecteur Prudhomme lacht zijn tanden bloot, proost met gedeputeerde Ben de Reu en spreekt de volgende woorden. One of the most powerful fights on the second day on the history of the Tour. Eén ding is wel zeker, de tourorganisatie is gecharmeerd van Zeeland. Maar hoe zit dat nu andersom? We zijn een jaar verder en de provincie wordt op het gebied van sport niet meer vertegenwoordigd door Ben de Reu, maar door Johannes de Bat. Hoe kijkt hij eigenlijk aan tegen nog een Tour de France? Het is altijd goed om te zoeken naar evenementen die Zeeland op de kaart houden. Wielrennen en zeker de Tour de France is daar ook belangrijk in. Je bent afhankelijk van wat de ASO doet. Dus als het aan ons ligt, willen we zeker proberen het nog een keer hierheen te halen. Maar dan wel op een manier die past bij Zeeland. Dus rustig aan de lobby op gang zetten. Afhankelijk zijn van andere plaatsen die bijvoorbeeld de Tour starten willen organiseren. En dan kijken of het past om ook in Zeeland een etappe te organiseren. Oftewel, de lobby kan weer beginnen. En dan is het belangrijk dat je goede vrienden bent met de Fransen. Ben de Reus zagen we vaak met Prudhomme. Hoe gaat Johannes de Bat het aanpakken? Ja, wat vooral belangrijk is dat je de opgebouwde goede contacten onderhoudt. Dat moet je ook niet overdreven doen. Dus dat kan door een heel simpel bezoekje al helpen. Je gaat niet rondjes fietsen met Prudhomme? Dat is volgens mij helemaal niet nodig en daar heeft hij geen tijd voor. Maar ik op een fiets werk ook niet, dan moet ik Ben de Reu meenemen. Maar het gaat er gewoon om de opgebouwde contacten warm te houden. En dat helpt om ook in de toekomst, als de kans zich voordoet, weer even directe contacten te hebben. Ja, en dat moeten we zeker proberen. En dan zou dit dus een beeld kunnen zijn wat we tijdens de Tour in Frankrijk gaan zien. Gedeputeerde Johannes de Bat klimmend over een hekje. Op zoek naar tourdirecteur Prudhomme. Even de handen schudden of nog beter een arm op de schouder. En dan in zijn beste Frans nog een Zeeland promoten. Wij zijn dit jaar wel in Frankrijk. Dus we zullen zeker ook met de tourorganisatie spreken. Maar wat daar precies uitkomt, dat is altijd afhankelijk van hoeveel tijd men voor je heeft. En of men ook nu al direct concrete interesse heeft. Het is belangrijk om het lijntje in ieder geval warm te houden. Ik praat erover verder met Daniel Godinho-Vega, die is bij Neeltje Jans. Ja, Daniel, vind jij het opmerkelijk dat de Tour nog steeds, of eigenlijk alweer, in beeld is bij de provincie? Ja en nee. Ja, omdat het natuurlijk nog maar een jaar geleden is, hè, dat de Tour de France naar Zeeland kwam, hier op Neeltje Jans, de finish. Waarom ik eigenlijk ook weer niet verbaasd ben, is omdat dit soort grote sportevenementen eigenlijk altijd wel interessant zijn voor onze provincie. En dat is denk ik ook de reden dat onze gedeputeerde nu dus alweer naar Frankrijk gaat om te lobbyen. Ja, en wanneer zou die dan weer terug kunnen komen, denk jij? Nou, een veel genoemd jaartal is 2020. Antwerpen wil dan heel erg graag de Tour de France, omdat het dan exact 100 jaar geleden is dat de Olympische Spelen daar waren. Insiders geven Antwerpen ook een goede kans. Dat zou dus een mooi moment kunnen zijn, misschien voor Zeeland, om de Tour die weer terug te laten keren. Het zou dan ook een mooie ritme in zitten. Hè? 2010 de Tour die door Zeeland kwam, 2015 de finish en dan wellicht dus weer in 2020. Wie in elk geval enthousiast is, dat is de sponsor die vorige keer betrokken was bij de komst van de Tour de France. Ik zou voorstander zijn om het elk jaar in Zeeland terug te laten komen. Dat kan natuurlijk niet. Maar zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Sponsoren in Zeeland betaalden vorig jaar €500.000 om de Tour naar Zeeland te laten komen. Er werd een aparte stichting voor opgericht die nog steeds bestaat. Stel die Tour de France komt nog een keer en ze bellen u, dan staat iedereen gelijk weer enthousiast op. Absoluut, direct. Voor Zeeland, zeker. Ja. En de Zeeuwen zelf, nog een keer de Tour. Gaan we met z'n allen kijken? Ja, ik vond het heel leuk, maar ik ben er niet naartoe geweest hoor. Nee. Dit jaar was het natuurlijk maar 16 kilometer dat ze door Zeeland reden. Wat ik persoonlijk heel erg jammer vond. En zeker als je ziet welke kosten het met zich meebrengt, zeg maar. Dus dat vind ik gewoon jammer. Dus wat u betreft hoeft het niet nog een keertje? Het kost te veel voor een provincie als Zeeland. De provincie doet het best om nog een keertje terug te halen naar Zeeland. Wat zou u daarvan vinden als de Tour weer een keer zou komen? Geweldig joh, geweldig. Zeker doen. Als je dan kijkt, dan zie je ook de omgeving Zeeland. Dan denk ik van, ja,
Wat wonen we toch mooi. Delta moet binnen een jaar worden opgesplitst. De autoriteit Consument en Markt, toezichthouder op de energiemarkt, heeft de splitsing vandaag definitief vastgesteld op 30 juni volgend jaar, ondanks bezwaren van Delta. Het Zeeuwse energiebedrijf had zich al wel al ingesteld op die datum. Delta wekt de energie op en beheert zelf de kabels en leidingen en dat is inmiddels wettelijk verboden. Om het onderhoud van het netwerk te garanderen, moet voorkomen worden dat commerciële energiebedrijven daar zelf over gaan. Ze zouden bijvoorbeeld failliet kunnen gaan. Delta wilde het netwerkdeel behouden, omdat dat juist voor inkomsten zorgt. Uiterlijk 30 juni dus moet Delta nu die netwerktak hebben afgestoten. En als die datum niet gehaald wordt, volgen er boetes. 1,5 miljoen euro per week vertraging. Half zeven vanmorgen in de Yildirim Beyazit moskee in Middelburg. Voor de allerlaatste keer komen de Turks-Islamitische mannen bijeen voor een dienst tijdens de Ramadan. Vanaf nu is het 3 dagen suikerfeest. Echt waar, ik voel me echt heel gelukkig. Echt waar, het lijkt net alsof ik opnieuw getrouwd ben, laat ik het zo zeggen. Een maand lang mochten ze tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten of drinken. Door de korte nachten was het zwaar. Gelukkig heeft het weer wel meegezeten. Behalve de eerste week was het wel mooi weer natuurlijk. Dan hadden we het wat zwaarder. Maar ik ben blij in ieder geval dat het nu suikerfeest is. Want de komende week wordt het alleen maar warm. Dus dan, Het suikerfeest wordt uitbundig gevierd. Overdag, dus 's nachts, wordt er weer gewoon geslapen. En niet meer gekookt of gegeten. Verontschuldiging voor alle buren die er last van hebben gehad. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we hebben niet vervelend willen doen. Ja, we zijn gewoon allemaal gelukkig en dat stralen we ook met z'n allen uit als gemeenschap. De volgende Ramadan begint volgend jaar op 27 mei. Alle planten uit je tuin halen en alles betegelen. Het lijkt misschien makkelijk, maar in betegelde tuinen kan het regenwater niet weglopen en kan het riool overlopen. Zeker bij een hoosbui. Tuinbranche Nederland gaat daarom deze zomer campagne voeren voor groene tuinen. Waar is dit een voorbeeld van? Dit is een voorbeeld van een versteende tuin. Dit is een voorbeeld van een tuin die echt waar geen water doorheen kan lopen. Je ziet dat de regenpijp is niet afgekoppeld en het is helemaal dicht bestraat. Dus al heel snel, en wat zou ook een stuk leuker zijn, als je hier een paar tegels zou lichten en daar wat planten in zou zetten. Tuinen die helemaal zijn bestraat. Het is een gruwel in de ogen van Tuinbranche Nederland. Maar het kan ook anders. Nou, hier zie je dus dat mensen toch een tegeltuin hebben. Maar zo neergelegd dat het ook het water kan afwateren naar deze border. Maar dit kun je ook doen, zelfs als je een klein tuintje hebt. Dan kun je een paar tegels lichten. Ietsje schuin af laten lopen, terras naar de border. En zo verdwijnt het water dan. En help je eigenlijk wateroverlast voorkomen. Te weinig tijd en te weinig ervaring. Dat zijn vaak de redenen om je tuin dan maar helemaal vol te leggen met tegels. Maar het is niet moeilijk om een toegankelijke tuin aan te leggen die het regenwater doorlaat. Daarom een tip van een echte tuinman. Wat zien we hier? Nou, hier hebben we een paadje gemaakt van gravier door. Dat is een steenslag waar je dus wel gewoon als pad kan gebruiken. Maar het water gaat er gewoon doorheen. En het gaat dus door het steenslag heen of gewoon de border in. Bewust geen tegels? Bewust geen tegels. Nee, water in de tuin zoveel mogelijk zo. Dit is een mooi voorbeeld van een loskoppeling van de regenpijp. Dit is met een klepje en dit klepje loopt zo de regenton in. En hieronder zie je al wel dat hier al een gieter klaar staat. Kun je zo openzetten en in de gieter laten lopen en dan je tuin bewateren. Maar het klepje kan ook weer dicht? Kijk, het klepje kan ook dicht en deze regenpijp loopt dan naar beneden toe naar de sloot. Hier hebben we een moerasje gemaakt. Hier komt heel veel water naartoe. En dat wordt opgevangen in dit moeras. Soms stroomt het over als het echt heel veel geregend heeft. Maar dat geeft niet, deze planten kunnen dat dus gewoon hebben. Het is ook lager dan de rest van de tuin, hè? Ja, dit is het laagste punt van de tuin. Wat je ziet is dat er nu heel veel heftige regenbuien zijn. Dus dat helpt ons eigenlijk. Dus mensen worden zich er wel van bewust dat ze zelf ook iets kunnen doen. Dat het 5 juli is, zou je aan de hand van deze foto niet zeggen. Op het strand werd je vandaag gezandstraald, zo te zien. Maar die stevige westenwind zorgde er wel voor dat de Zeeuwse vlaggen hier fier wapperden.
Ook morgen nog veel wind, maar later zwakt die af. En het blijft droog, met veel zon en een paar stapelwolken. Nog een beetje fris, de dagen erna wordt het iets warmer. In Zeeuws-Vlaanderen wonen de meeste bejaarden. Volgens het CBS is bijna een kwart van de mensen 65 plus en verlaten jongeren massaal de regio. Verslaggever Marius de Nobel ging op pad met de vraag... Snapt u dat mensen wegtrekken uit Zeeuws-Vlaanderen? Voor jonge mensen kan ik me voorstellen, maar voor oudere mensen waarom zou je ergens anders naartoe gaan? Ergens anders zijn de huizen veel duurder, heb veel minder vrijheid of je zit in de file. Snapt u dat mensen wegtrekken? Ja, dat snap ik ook niet eigenlijk. Maar het is wel een beetje veel verwaterd hier zo naar tussen de winkels en zo. Dat wel. Dat is jammer. Er is niks te doen, hè. En een middenstand van heb ik jou daar. Ja, dat is niet zo best natuurlijk. Zou u hier willen wonen? Waarom niet? Nou, eigenlijk om die reden die er staat. Het vergrijst en het is alleen maar toeristen. Het ontploft. De toeristenhuisjes. Er is niks karakteristieks meer. Blijf je hier wonen, denk je? Ja. Waarom? Ik vind het hier gewoon leuk. Het is hier gewoon leuk. Leuk. Gewoon leuk leven, zeg maar. Gewoon leuke stad en leuke winkels. Wat gewoon veel te beleven. Ja. Kan je wel toch wel doen, ja, voor mij. En als je gaat studeren, waar ga je dan heen? Dat weet ik nog niet, dat zie ik dan wel. Dat is nog wel best ver weg. En voor jou ook? Ja, voor mij ook. En jij? Blijf jij hier wonen? Waarschijnlijk wel. Dat was Zeeland Nu. Blijf kijken, een nieuw programma bij Omroep Zeeland. Spring maar achterop. Achter op de fiets bij bekende Zeeuwen. Zij laten hun mooiste plekjes van de provincie zien. Dat nu, daarna het uitgebreide weerbericht. Een hele fijne avond.